Want het is veel efficiënter om op te wekken op de lokale entiteit, dat erin te brengen in het productieproces en dan het overschot te verhandelen, te verkopen. De enorme uitdaging van de energietransitie is: hoe krijgen we energie van de bron naar de gebruiker? Ja, dat wordt een enorme uitdaging omdat we op een andere manier gaan opwekken. En we hebben een tekort aan grondstoffen. Grondstoffen, ik heb laatst met iemand gesproken van de netbeheerder en die gaf aan dat als we de energietransitie gestalte geven zoals die nu plaatsvindt, hè, dus gewoon door maar overal opwekinstallaties, de wind of zonneparken te bouwen in Noordoost-Groningen en die energie die moet dan naar Amsterdam, die kabels die we daarvoor nodig hebben zoals we het nu bedenken, als alleen voor die netbeheerder 2 miljoen aansluitingen, 1,5 miljoen aansluitingen ongeveer, die had 8% van de beschikbare kopervoorraden in de wereld nodig. Ik heb dat niet nagekeken, dus ik weet niet of het klopt. Hè, maar de bron is niet, was geen pannenkoek. 8%. Dus dit kan niet? Ja, is onmogelijk, kansloos. Het gaat niet gebeuren. Het gaat gewoon niet gebeuren. Hè, dus het bedenken van hoe je die energie gaat transporteren en distribueren, dat is ook een transitie. Dat moet ook veranderen. Het vraagt een nieuw denken. Ja. Volledig. En wat is dan het nieuwe denken? Wat we net ook benoemden, is het decentraal. Dus energie opwekken waar je het nodig hebt. Oké, als je maar een kort koperleidingje nodig hebt. Hè, dus is ook, het zo simpel? Nee, maar als je een zo fabriek... Simpel zo simpel is het. Als je een fabriek hebt die een aardappelverwerker in Overijssel. Dat is ook een seizoensgebonden installatie. Hè, dus in de aardappelcampagne dan is daar, wordt daar heel veel energie gebruikt. En voor dat stukje, voor die paar maanden heeft die installatie een zware aansluiting, een grote elektrische aansluiting. Nou, waarom zou je daar niet ook nog een zonnepark kunnen aansluiten? Want in de zomer is het verbruik van die fabriek waarschijnlijk een stuk lager, terwijl dan volop de zon schijnt en die energie van het zonnepark daar aangesloten zou kunnen worden. Terwijl je op een andere manier, nu denken we, nou, dat zonnepark moet een eigen aansluiting krijgen. Wat zijn verder de grote uitdagingen van het transport van energie? Je hebt altijd energie, warmte, is iets nou elektrisch of warmte. Je hebt het altijd nodig, net wanneer het niet opgewekt duurzaam wordt. Of op een ander tijdstip. Je hebt het op andere momenten nodig. Dus elektriciteit en warmte heb je nodig wanneer er vraag is. Dat wil niet zeggen dat het dan opgewekt wordt. Nou, die uitdaging die kun je oppakken in een slim distributienetwerk. Met slimme toepassingen, bijvoorbeeld opslag. Vertel me meer, hoe ziet dat eruit? Ja, dat ziet eruit dat je ringleidingen aanlegt waarbij dat de enig opwekker meer energie opwekt dan dat hij daadwerkelijk verbruikt. Dat kan bij de buurman. En de buurman heeft misschien helemaal geen plaats voor nieuwe energietransitie, duurzame windmolens of zonneparken. En dan gebruik je die elektriciteit of warmte van de buurman. Dat kun je op regionaal, lokaal gebonden, heel dicht bij elkaar zijnde bedrijven en omgevingen doen. Je kunt het moeilijker transporteren met een vrachtwagen. Hè? Dat is wat ingewikkelder. Het kan wel, maar dan ga je praten over waterstofopwekking. Of andere vormen van... Hoe bedoel je? Nou, dan maak je waterstof van het overschot van de elektriciteit. Okay. En die transporteer je dan naar een andere partij. Als het nodig is. Ja. Als het, ja, maar dan moet je het eerst in een vrachtwagen stoppen over de weg. Nou ja, het kan dus veel slimmer. Dat kan veel slimmer. Okay. Dus je gaat vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen. Lokaal. Lokaal. Maar hoe doe je dat? Ik denk niet dat meneer A met meneer B gaat bellen van... Nou, ik ben nu van de energie jij kunt het niet. Ja, hoe regel je dat? Slim. De energietransitie op het gebied van het transportnetwerk vindt plaats... Doordat er zoveel groei is van verduurzaming... moet er zoveel elektriciteit in wat eigenlijk niet past... Dan zou je dus dikkere kabels, dikkere leidingen moeten neerleggen naar iedere individuele gebruiker die wil verduurzamen. Waarvan wij zeggen, nou, dat zou ik niet doen. Want het is veel efficiënter om op te wekken op de lokale entiteit, dat erin te brengen in het productieproces en dan het overschot indien mogelijk te verhandelen, te verkopen. En daardoor ontstaat er een balans in het netwerk van opwekking en vraag. En dat is super belangrijk, omdat je dat netwerk niet wil vertienvoudigen, verhonderdvoudigen ten opzichte van grondstoffen in koper, aluminium en staal. Dus dat is de toekomst die jullie zien. En wat is dan de rol van SPIE daarin?
Nou, wij vormen een cruciale schakel in de bestaande installaties. Die moeten worden omgebouwd naar verduurzamende installaties. Hè. We gaan van het gas af. We gaan naar elektriciteit. Ons vak is om te zorgen dat dat geëngineerd, geïnstalleerd, onderhouden en beheerd wordt. Ook die oude installaties moeten nog steeds datzelfde proces doormaken en de nieuwe installaties ook. En wij gaan met onze ervaring een proactieve rol spelen in die discussie. Wil jij opwekken of wil jij opwekken? En heb jij een tekort of heb jij een tekort? Of heb jij een overschot? Dat balanceren, daar kunnen wij in ondersteunen. Hoe doe je dat dan? Nou, door het gesprek aan te gaan met alle stakeholders. Waar ga je dan precies over praten? Ja, over de energiebalansen. Wat is jouw feitelijke behoefte en wat is jouw probleem? Of wat is jouw overschot? Nou, waar ligt je uitdaging? Waar ligt je uitdaging? Maar hoe zorg je dan voor precies de goede oplossing voor elke klant? Nou, dat is altijd maatwerk. Dus wat dat betreft hebben we voor dat vraagstuk heb je geen uniforme oplossing. Nee, het is een maatwerk met gestandardiseerde productportfolio. Ja, dat wel. Dat betekent dat het maatwerk kan zijn dat jij meer elektrisch nodig hebt dan warmte. Als je meer elektrisch nodig hebt, heb je meer schakelapparatuur nodig en meer stations. Ja, ja, dat ja. zijn componenten die prefab kunnen zijn. Die kunnen snel en eenvoudig geïnstalleerd worden en onderhouden worden. Terwijl dat als je warmteinstallatie hebt, is een hele andere type installatie. Zodat het maatwerk wat gevraagd wordt met standaard producten wordt weggewerkt. Het is een gigantische klus. Het is een mega klus. Vond je dit interessant? Fijn, want we hebben nog meer korte podcasts over de energietransitie om je kennis te verdiepen.